Hallo, ik ben Felix de Klerk, lijstduwer voor het Vlaams Parlement uit West-Vlaanderen. En de 7 prioriteiten voor het kunstenbeleid van de toekomst voor CD&V zijn... We hebben nu al een goed decreet, het kunstendecreet, maar aanvullend op dat kunstendecreet zouden we graag een onafhankelijk fonds hebben voor kunstenaars en projecten. Op die manier kan de sector het beleid in eigen handen nemen en kunnen we veel adequater en sneller inspelen op de noden van kunstenaars en organisaties die bepaalde projecten willen organiseren. De musea bijvoorbeeld hier in Brussel hebben een ongelooflijke collectie, maar hebben een infrastructuur die echt verschrikkelijk is. Wij vinden het noodzakelijk om die kansen te geven, die federale instelling met goede investering, maar ook met autonomie van management. Door een goed beheersovereenkomst te sluiten en de gemeenschappen te betrekken, willen we die federale instellingen echt de kansen geven die ze verdienen. Daar is nog zoveel ruimte voor kunst in de publieke ruimte. Daarom willen we dat er bij de opmaak van ruimtelijke ordeningplannen onmiddellijk rekening wordt gehouden met de integratie van kunst. Creatieve ondernemers zoals galeries, kunstenaars, architecten, designers enzovoort kunnen nu geen gebruik maken van het KMO-loket of Vlaanders Investment and Trade. Daar willen wij verandering in brengen. Het Cultuurpact is een pact uit 1973 die ervoor zorgde dat alle filosofische en ideologische stromingen in onze samenleving vertegenwoordigd zijn in de raden van bestuur van de grote culturele instellingen. De tijden zijn veranderd. We zijn veel multicultureelder en de ontzuiling is een feit. Daarom vinden wij het nodig dat er een update komt van dat cultuurpact. We hebben fantastische kunstenaars in onze regio, maar de ondersteuning van hen is niet altijd even goed. Wij willen kunstenaars, muzikanten, etc. die unieke opportuniteiten hebben om ons land te vertegenwoordigen in het buitenland, een extra duwtje in de rug geven met een apart ondersteuningssysteem. We hebben een fantastisch kwalitatief aanbod in Vlaanderen en met de uitpas kunnen mensen die het met wat minder moeten stellen, op een gepaste manier toch meedoen aan kunst en cultuur. Dat willen wij in alle steden en gemeenten van Vlaanderen uitrollen. In de politiek is het zo, als je iets wilt, dat je het niet krijgt. Maar als ik ooit de kans zou krijgen om minister van cultuur te worden, zou dat een droom zijn die in vervulling gaat.